Nederland dronken van schaatsplezier voeren. In Heerenveen staat namelijk de schaatsdistilleerderij in de schaatstempel van Nederland. Tjalf, ook wel Stadion Tjalf genoemd. Ieder jaar stromen daar de toeschouwers naartoe voor een EK, een WK of voor het Veronica IJsschalen. Het Veronica IJsschalen is een ijsfeest voor schaatsers en voor de supporters. Terwijl uit heel Nederland de toeschouwers toestromen, praat Henk Gemser met de atleten het programma door. Kos, Jensen, Bonnie Blair. Vele wereldkampioenen komen aan de start. In een sportevenement dat uniek is in de wereld. Het Veronica IJsschalen. Er staan geen officiële afstanden op het programma. De deelnemers kunnen namelijk soms nauwelijks de instructies van de starter horen. Maar dat belet hun niet om voluit te vlammen in de laatste schaatsshow van het seizoen. Goedenavond dames en heren, hartelijk welkom in een bomvol Tjalf waar vanavond bij het 6e Veronica IJsschalen alle wereldkampioenen aanwezig zijn. De sfeer is fantastisch, dan moet ik even lezen wat er meer staat. Nou, de stemming is ook goed. En je ziet vandaag alles wat met schaats te maken heeft. Veel, heel veel kijkplezier. Al dus een geblesseerde Ben van den Burg. En dit zijn al die kampioenen. Nederlands kampioen sprint dames Marieke Stam. Nederlands kampioen sprint heren Arie Loef. Nederlands kampioen allround dames Jolanda Grimbergen. Arie Loef wordt op het sleetje getrokken omdat hij een blessure heeft. En dit is de wereldkampioen bij de junioren, Falco Zandstra. Tevens wereldrecordhouder van de kleine vierkamp en Nederlands recordhouder op de 1500 meter. En dan de sprinters. Wereldkampioen bij de dames werd daar Monique Garbrecht. En wereldkampioen bij de heren werd de Sovjet Igor Zelezovsky. Hij is tevens houder van het wereldrecord op de 1000 meter. En dan de absolute top. Europees en wereldkampioen allround dames Gunda Kleeman. Europees en wereldkampioen allround heren natuurlijk, Johan Olaf Kos. En de deelnemers introduceren zelf...